Yo, wat mensen, welkom terug bij deze video. Vandaag gaan we het even hebben over een eurovergunning. om een nieuwe vergunning aan te vragen. Mijn naam is Jack. Ik ben een ZZP'er, maar nog niet in de transportwereld. En dat wil ik graag worden. Dus wat heb je daarvoor nodig? En wat zijn nou echt precies? De dingen waar je eigenlijk iedereen het over hebt. Ja, wat is een nieuwe? Wat is een eurovergunning? Ik mag toch gewoon rijden? 500 kilo? Dan zit je toch veilig, hè? Ja, moet ik een bus hebben? Moet je een privéwagen hebben? Moet je een zakelijke wagen hebben voordat je een eurovergunning mag aanvragen? Of een nieuwe vergunning? Er kwamen heel veel vragen. En eigenlijk, ik kon er geen weg in vinden. Ik heb zoveel mensen gesproken die een nieuwe vergunning hebben. En dat ik dingen vraag en dat ze zitten... Nou, well, dat weet ik eigenlijk niet. En ik denk van, Ja, de vergunning. Hoe kan je dat niet weten? Heel bijzonder. Uh, ik heb gewoon... Dus nu uh, ben ik bezig met mijn nieuwe opleiding. Uh, ik ga dit proberen zo goed mogelijk uit te leggen. Haken en ogen en dingen die je zou moeten weten. Er is één ding wat mij nog niet duidelijk is, maar dat bespreken we zo meteen. Dus, wat is een eurovergunning? Jij wil dus goederen gaan vervoeren door heel Europa of misschien nog verder. En jij wil graag dat als eenmanszaak doen of je eigen BV opstarten, Whatever je wil. Je wil lekker ondernemen top man. Ik denk dat we dat heel veel nodig hebben in deze nieuwe tijd, aangezien loondienst. Ja, het is tegenwoordig gewoon niet echt meer een ding eigenlijk. Uh, met met uh, de hoge kosten, uh, niemand komt rond. Je moet eigenlijk gewoon een zzp eenmanszaak of een bv opstarten... als je een beetje een zakcentje ernaast hebt om het te starten. Want het is heel prijzig. <laughs> dus, hoe zit het in elkaar? Ik neem mezelf als voorbeeld. Ik ben een eenmanzaak. Ik heb andere projecten hiernaast lopen. En uiteindelijk wou ik dus... Ja, want ik, ik zit nu nog in loondienst als vrachtwagenchauffeur, zijnde. En ik ben bezig om voor mezelf te beginnen als eenmanszaak in de transportwereld. Uh, ik ben erg zwart-wit, dat weten de meeste mensen ook. Wat dat inhoudt, is dat je regels hebt en die moeten gevolgd worden, omdat dat gewoon eh, van gezeik komt gezeik. Ik wil geen gezeik, dus ik begin niet met gezeik. Ik begin goed. Punt. Uh, dus ja, toen heb ik een beetje lopen kijken van hoe zit dat nou allemaal? Hè? Wat heb ik nou nodig? En je hoort zoveel dingen. En zoals ik al zei, dit wat ik nu ga uitleggen, kan voor heel veel doeleinden gebruikt worden. Hè? Stel, jij bent een vrachtwagenchauffeur, dan is het anders voor jou dan als het voor een busje is, om het zo te zeggen. Dus ik ga proberen alles uit te leggen en het beter te verwoorden voor jullie. Dus hoe zit het? Een eurovergunning heb je nodig? Of een niveauvergunning, om het beter te zeggen. Want je hebt een niveau nodig en een eurovergunning. Want een eurovergunning is wanneer jij zes CBR-examens hebt gedaan en dan mag je een niveauvergunning aanvragen. Hier komt één ding dat ik niet 100% zeker weet hoe dat precies in elkaar steekt. Je, hebt, je moet 9000 euro hebben als startkapitaal. Punt. Als je een eurovergunning hebt, dan heb jij. Als je een eurovergunning hebt, dat is het een verschil. Niveauvergunning, eurovergunning. Als jij een eurovergunning hebt, dan heb jij zes CBR-examens gedaan. Financieel management, we hebben goederenvervoer deel 1, goederenvervoer deel 2, personeelsmanagement, bedrijfsmanagement en calculatie. Zes CBR-examens heb jij gedaan. Uh, om prijzen te gooien, dit gaat jou ongeveer rond de. 3500 euro kosten. Voor mij heeft het bijna 36, 3700 gekost. Maar we houden hem mooi. 3500 euro gaat dit je kosten. Heb je nog niks? Heb je alleen maar lessen en je examens die je mag doen? Even dat je dat weet. 3500 euro. Om alleen de lessen te hebben en een examenpoging te doen. Best wel pittige dingen. Zeg ik alvast van tevoren. Uh, ik, ik ben niet hooggeschoold. Ik heb het gedaan. Nul fout. Ik moet er nog twee. Uh, wel pittig. Halve uh, burn-out. Nee, nee, gaf ik. Nee, maar het is wel zwaar. Het is niet... Uh, uh, als je het gaat vergelijken met een autorijbewijs halen... Een autorijbewijs is er niks bij. Uh, ADR is ook pittig. Heb ik ook gedaan. Uh, ik denk dat het bijna op hetzelfde moeilijkheidsgraad ligt. Gewoon uh, van ADR ook. Bij ADR is het vooral belangrijk dat hè, hoe vervoer je iets? Hoe doe je iets veilig? Uh, dit is echt van: oké, okay, bedrijfsmanagement, personeel, financieel. Het is echt alles wat je gaat leren om een eigen bedrijf op te zetten. Dat is je eurovergunning. Als je die zes dingen hebt gehaald, dan heb je een eurovergunning. Um, daarbij. Als je dus de eurovergunning hebt, dan mag je nu officieel een niveauvergunning aanvragen. Dit doe je natuurlijk bij de niveau. Om dat aan te vragen moet je aan bepaalde eisen voldoen. Je moet minimaal één bedrijfsauto hebben en daarnaast moet je 9.000 euro in kas hebben. En dat noemen ze dan kredietwaardig, dat je kan aantonen van hey, ik heb geld en ik kan voor mezelf zorgen en ik kan dit opzetten. Uh, nou is er een beetje een addertje. He, stel je één auto. En er komt nog een auto bij. Dan moet je 5000 euro bij. Bij die kredietwaardigheid hebben. Um, alleen nou weet ik even niet of je al bij wijze van 9000 euro ook. Of je een auto koopt en je moet 9000 euro ernaast hebben. Of mag je ook een auto voor 9000 euro hebben. En dat dat een beetje hetzelfde qua kredietwaardigheid is. Dat weet ik niet. Het enige wat ik niet weet. Voor de rest weet ik aardig veel. Als je dat eenmaal hebt, dan heb je hebt een bedrijfauto. Je hebt 9000 euro aan kredietwaardigheid. Dan kan je een niveau aanvragen. Dan kan je eenmaal beginnen. Uiteraard voor alles wat ik nu zeg. Moet je bij de KVK ingeschreven staan. Je moet een eenmanszaak zijn of een BV hebben om überhaupt uh, een, een niveau te kunnen aanvragen. En er zijn ook uitzonderingen in de wet van de niveau. Zo heb je, dat, was mijn, uh, dat wist ik eerst ook niet, maar dat, dat is ook waar mijn vragen naar de andere chauffeurs naartoe waren. Je hebt wanneer heb je een niveau nodig? Als je goederen van derden gaat transporteren, als Derde, jou betalen voor jouw diensten. En als je boven de 500 kilogram gaat laden, laadvermogen. Dus uiteindelijk zat ik dus van, ja maar hoe zit dat dan? Want heel veel mensen rijden gewoon onder de 500 kilo, maar ja, die worden wel betaald. Dus dan hebben ze toch een niveau nodig eigenlijk, officieel gesproken. Heb ik bij de leraar gevraagd, je hebt die drie regels. De eerste twee vallen af. De eerste twee valt af. Als jij onder de 500 kilo blijft, heb je dus geen niveau nodig. Ga je erboven, word je gepakt zonder niveau, heb je economisch delict gedaan. Krijgt je bedrijf een boete, krijg jij een boete. Gigantisch duur, echt bedragen, daar wil je niet over nadenken. Dus doe dat niet. Wat ook belangrijk is, is om te weten, hè, is dat het best wel een stap is. Er is heel veel concurrentie. Ten eerste is het heel duur. Het hangt ervan af. Stel, jij hebt nog helemaal niks. Je wil een vrachtwagenchauffeur worden en je wil een niveau hebben. Nou, dan heb je het over een opleiding voor je vrachtwagen CE, 10.000 euro. Dan hebben we het over je niveauvergunning, 3.500 euro. Dan hebben we het nog niet eens gehad, want hier komt het verknipte van... De hele Nivo-wet. En ik snap niet waarom ze het zo hebben gedaan, maar dat is de werkelijkheid. En we moeten ons, onze draai erin vinden, maar... neem een voorbeeld. Ik... Ik heb mijn Nivo. He, ik zeg maar wat. He? Even later in de toekomst. Ik heb mijn Nivo. Mooi. Ik heb een bedrijf verderop. Hé He? hey Jack, kan je even tien pallets uh, met onze trekker even heen en weer rijden? Nou, geen probleem. Doe ik wel. Is dat legaal of illegaal? Dat is illegaal. Huh, wat? Wat? Je hebt een niveau, maar je mag niet rijden? Nee, 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 dat klopt. Wa wa waarom dan, Jack? Nou, dat zal ik je uitleggen. Omdat dat valt onder een verknipt contract, noemen ze dat. Ja, ja, echt. Ik dacht ook, motherfuckers, joh. Maar dat maakt niet uit. Wat dat inhoudt is, omdat jij een eenmanszaak bent... en je, bent, uh, je hebt een niveau... moet jij dus met je eigen voertuig komen. Ja. Dus... Je hebt je vrachtwagen CE gehaald, 10.000 euro. Je hebt je, niveau, uh, je hebt je eurovergunning gehaald, 3500 euro. Nu willen ze ook even dat jij nog 40.000 euro voor een tweedehands trekken met 6 ton gaat neerleggen. Ja. Ah. Ja, dus uh, dan, 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 dan zit je opeens op bijna 60.000 euro als je het een beetje uh, give or take doet, weet je wel. Dus ja, 60.000 euro. Ik denk niet dat iedereen het even heeft liggen, zomaar. En ook al wel, is er nog steeds heel veel geld. Dus ja, als ik voor hem die 10 pallets wil rijden, dan moet ik mijn eigen trekker hebben om voor hem die dingen te rijden. Nou, zijn er wel wat mazen in de weg, in de wet. En ja, ik kan er wel omheen lullen, maar dat ga ik niet doen, want heel veel mensen gebruiken het gewoon. En geloof me, daar bij de wet weten ze ervan en het wordt gewoon gedoogd om het zo te zeggen. Je hebt grijs gebied, een maas in de weg, en dat is in de wet en dat is als jij een wagen huurt, hè, dan dan, dan leen je hem om het zo te zeggen. Dus die wagen is niet van jou, maar je huurt hem, dus je gebruikt hem wel. Want hij op dat, op dat moment is die even in jouw bezit om het zo te zeggen. Op die manier mag je dus wel die tien pallets van hem rijden om het zo te zeggen. Wat dat inhoudt is: ik kan bij zeg maar wat bo rent bij wij spreken een trekker huren. En dan mag ik voor hem die 10 pallets rijden. Dat mag. Ik kan ook aan hem vragen. Hé, hey, jij hebt staan. Uh, vind jij het misschien goed als ik een trekker van jou huur? Hè? Maken we een klein contractje? Vijf euro per uur voor een trekker die ik mag van jou mag hebben, even lenen voor die dag. Mag ook. Maar je mag dus niet in zijn trekker rijden als het niet jouw trekker is. Mag niet. En. Ja, slaan we maar in elkaar. Ik, ik weet ook niet waarom dat is. Want dat bedrijf heeft een vergunning, een vergunning. Ik heb een nieuwe vergunning. Nieuwe vergunningen zijn persoonsgebonden. Dus als ik in zijn auto stap, heeft die auto een nieuwe vergunning ook. En dat mag nog steeds niet. Zeg het maar, ik weet het niet. Um, daarbij moet ik ook zeggen dat ik heb geruchten gehoord dat ze daar binnenkort wat aan gaan doen. Dat grijze gebied gaan ze waarschijnlijk laten vervallen. Uh, en ik heb ook al gezegd dat dat code rood in Nederland gaat worden. Omdat ik kan, ja, ik durf bijna letterlijk te zeggen dat van de ZZP'ers in de transportwereld 40% gewoon, misschien nog wel meer, rijdt op andermans wagen. Omdat als beginnend ondernemer kan je niet 60.000 euro ophoesten. Uh, kan niet. Gewoon, nee, dat, dat gebeurt gewoon niet. Dus ja, de meeste mensen die maken gebruik van het gebied door de een te huren of door de een bij het bedrijf te huren. En dat is de manier hoe ze in het grijze gebied hè, tijdens een staande aanhouding ook goed zijn, om het zo te zeggen. Zonder problemen door kunnen gaan. Uh, dus ja, dat gezegd te hebben is dat een heel groot probleem van de nieuwe En als ze die regel gaan verbieden, daarom noem ik het ook code rood, als ze als dat grijze gebied weg gaan halen, dan is er echt een tekort aan chauffeurs. Er was er al, maar dan is het code rood. Dan, dan valt gewoon de halve transport- en logistiekwereld in elkaar, in ieder geval in Nederland. Um, zover ik weet. Hè? Ik weet niet, in het buitenland. Ik woon ook in Nederland. Dus. Maar dat is wel een probleem. Dat gezegd te hebben, wat heb je nog meer over niveau? Even kijken. Um, wat ook belangrijk is, is inderdaad: als je elke keer een auto erbij neemt, moet je 5000 euro bij je kredietwaardigheid erbij doen. Um, is nogal wat. In 2024 gaan ze dus. Um, dat is ook wel handig voor e zaken, om het zo te zeggen, eenmanszaken of BV's. 2024 gaan ze alles traceren. Alles. <laughs> alles. Want je moet sowieso al zeven jaar lang je documenten bewaren, om het zo te zeggen. tachograafritten, ritten, huppelenpup, alles. En als je inspectie krijgt en je hebt ooit een keer twee jaar geleden in Spanje te hard gereden. Dan word je geregistreerd. Bij, dan wordt jouw bedrijf geregistreerd. Oké, okay, twee jaar geleden in Spanje heb je het hard gereden. Dan word je aangemeld met een ik zeg maar, sterretje. Weet je wel. En uiteindelijk hey, maakt een overtreding. Oeps, ongelukje: sterretje. En een sterretje. En een sterretje. En nog een sterretje ooit. En dit is niet eens bij het bedrijf. Hè? Stel, ik heb mensen onder mij werken. Hun kunnen fouten maken en mijn bedrijf wordt daarop aangesproken. Um, dus wat heel erg belangrijk is, is dan ook, en dan heb ik het over mensen in loondienst natuurlijk. Dus mijn bedrijf wordt op aangesproken. Als je te veel sterretjes hebt, kan je je niveauvergunning kwijtraken. En ja, even dat je het weet, vanaf 2024 gaan ze dat dus in traject zetten. Dan kunnen ze alles traceren. En elke fout, elke minuut die jij over je tijd heen rijdt, elke keer dat je te hard rijdt of iets. Als ze kwaadschiks willen, kunnen ze alles noteren wat ze maar willen, en krijg je daar sterretjes voor... om het zo te zeggen, een soort van puntensysteem... en bij, het veel, bij het veel punten lig je eruit. Dat gezegd hebben, denk ik, dat dat wel een beetje alles was over niveau. Ik heb besproken dat je zes CBR-examens moet doen... Volgens vervolgens moet je dan, kan je de niveau aanvragen... maar moet je een eigen wagen hebben... en 9.000 euro kredietwaardigheid... Inclusief, exclusief auto, weet ik nog niet 100% zeker. Maar dat laten andere chauffeurs je zeker weten hier beneden in de beschrijving. Want dat weet ik gewoon. Dat, dat, dat is de community kracht die ik heb. Heerlijk. Dus uh, ja, dat gezegd hebben we. Dit is een beetje de niveau... Aspecten van een eigen ondernemer worden in de transportwereld. Dus laat het me wel even weten wat je hiervan vond en wat jouw gedachten ervan zijn. En of jij nog vragen hebt over transport en logistiek. Er zijn natuurlijk wel bepaalde dingen waar je dus geen nieuwe vergunning hebt, zoals eigen vervoer. Stel, ik ben een bakker en ik rij mijn brood rond naar klanten of naar andere bedrijven wat mijn klanten zijn. Ik maak dat brood, dat is mijn brood. Ik breng het naar de klanten. Ik heb mijn eigen transportvervoer. Ik vervoer mijn eigen transport. is eigen transport. Dan heb je geen nieuwe vergunning nodig. Dat gezegd te hebben, denk ik dat ik hem hier ga eindigen. Laat me weten wat je ervan vond. Mijn naam was Jack. Ik hoop dat je de video leuk vond, informatief en dat je er wat van hebt geleerd. Dus dank voor het kijken en tot de volgende. Let's go! Wat ben je nou nog steeds de Discord channel niet gejoind? Waarom niet? Waarom zou je überhaupt de Discord channel joinen? Zal ik je uitleggen? Nou, wat zo belangrijk is aan de Discord channel joinen is dat je met mensen over heel Nederland kan praten. En we kunnen je passie en alles delen over transport, vragen, spanbanden, voertuigen, geluidsystemen. Alles wat je maar wil weten kan je vragen. Daarbij hebben wij eigenlijk bijna. Kant en klaar, 24-7 mensen die bereid zijn jou te helpen met je nieuwe vragen. Ben jij een eenmanszaak? Ben jij een BV? Ben je net begonnen in je transportwereld? Nou welkom, it's gonna be a hell of a ride, but it's gonna be a fun White. So ja, yeah. waarom zou je niet joinen? Het is gratis, link staat in de beschrijving. En ja, wat heb je nou echt te verliezen? Laten we eerlijk zijn, join gewoon. We hebben het vooral over regels, wetgeving categorieën van brugcodes. We hebben het over alles en alle vragen die jij hebt, die beantwoorden we gewoon. Hoe simpel is dat, hé? Je hebt Google niet meer nodig, want als Google het niet weet, dan weten wij het wel. Dus we zien je daar. Woe! I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature. And it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head.